is Vlogmas Day 17. En ik voel me echt al een stuk beter dan gisteren. Ik heb alleen nog wel steeds een beetje last van mijn rug. Maar ja, dat gaat wel weer over. Ik ben helemaal klaar voor vandaag. Of ja, vandaag. Zo bijzonder is het nou ook weer niet. Maar ja, ik word er toch wel een beetje een nette en ook wel leuke outfit aan. Dus dit is mijn outfit. Ik heb een hele neutrale make-up look gedaan. Gewoon eigenlijk het standaard wat ik altijd doe. Ik zal er in januari een video over gaan opnemen. In januari ga ik denk ik wel meerdere video's opnemen. Nu ben ik alleen maar druk met de vlogs. En ja, andere dingen. In ieder geval, ik heb vandaag een blazer aan. Deze blazer heb ik al super lang. En volgens mij is deze van de C&A. Hieronder heb ik een topje aan. Of een ja, het is een soort t-shirt topje-achtig iets. Met een halsje hier zo. Dat vind ik wel heel cute. Hij is mintgroen. Nou, niet echt mintgroen. Hij is groen. Deze komt als het goed is bij de H&M vandaan. Als ik het goed heb. Of bij de Miss Ethan. Dat weet ik nog niet heel zeker. Dan heb ik deze zwarte legging broek-achtig iets aan. Die komt volgens mij bij de Cool Kit vandaan. En dan heb ik mijn lange haklaars aan. En die komen bij de Primark vandaan. Ik heb heel erg lang niet meer op hakken gelopen. Dus ik vind het heel erg eng om erop te lopen. Maar dat komt wel goed vandaag. Kleine stapjes. En als ik mijn nek breek, dan ja, breek ik mijn nek. Dan hoop ik het nog te kunnen vloggen voor jullie. Ja, ik loop niet zo heel veel meer op hakken. Dus daarom vind ik het lastig om er nu weer even op te lopen. Maar ik vind laarzen zijn, vind ik een stuk steviger, omdat die ook om je enkel zitten en ook op je kuit en zo. Goed, ik ben eigenlijk al helemaal klaar. Het is hier eens 2 dagen geleden dat ik mijn bed heb opgemaakt. Wauw. Oh, ik heb een heleboel appjes gekregen. Jeetje. Nou, die ga ik zo meteen wel even lezen. Ik neem vandaag deze tas mee. Deze tas hou ik ook lekker in de vakantie. Ik zal even een iets groter lampje aanzetten. Deze tas hou ik ook in de vakantie. Deze heb ik gewoon op de markt gekocht. Hier een spijkernis. Ik vind hem super cute. Hij is ook best wel heel erg stevig. Hier is een make-up tasje waarvan alles en nog wat in zit. Een notebookje en een pen zit hieronder. Mijn portemonnee. Mijn oortjes zitten hier. En daar zie je nog een handcreme glimmen. Hieronder. Deze handcreme van de Hema is echt goed. Dus zoek je een handcreme die niet zo lang vet blijft, want dat heb ik altijd. Ga naar de Hema en koop deze. Ze zijn 2 euro. Echt, ik vind ze super goed. En dan natuurlijk nog een mobiel en mijn camera. Ja, mijn camera die heb ik nu in mijn handen. En ja, in ieder geval, ik ga nu naar beneden. Ik wil toch nog wel even wat gaan eten, omdat ja, ik ben nog steeds niet de persoon die zich helemaal lekker voelt en lekker wil gaan eten. Het liefst eet ik gewoon niks. Ik ben nog steeds wat misselijk. Maar ik wil nu thuis gewoon even een beschuitje eten of zo. Omdat zodat ik dan gewoon niet verplicht ben om op school alles te gaan eten. Ik voel me nog steeds niet lekker. Dus natuurlijk ga ik wel wat van mijn eigen taart proberen. Maar ja, eigenlijk heb ik er ook niet zoveel trek in. Maar ik wil er wel wat van gaan proberen. Want straks zit iedereen die taart op te eten. Ja, yeah. In ieder geval dat. Ik ben nu serieus al 4 minuten aan het vloggen. Wauw. In ieder geval, ik ben ondertussen ook vlogs aan het kijken met ik heb wat allemaal. Ik ga even chillen, even dus een beetje, nog een beetje wakker worden. En even mijn appjes checken. En ja, daarna ga ik lekker naar beneden adventkalenders openmaken en alles klaar. And whatever time we've all got left, let's get rid of again.
Ja. Oh, dat kan, ja. Eindelijk. Ja, ik heb ook even een tijdje bij mijn opa en oma gezeten. Omdat we hadden best heel veel cake over. Ik had best heel veel cake over. Dus ik ben ook wat bij mijn opa en oma gaan brengen. Het vond het heel erg leuk op school. Het was heel gezellig. Ik vond het hartstikke leuk. We hebben ook een leuk spel nog gedaan. Uiteindelijk. Eerst wilde iedereen film kijken. Toen wilde in één keer iedereen... ik probeer mijn laptop open te maken. Toen wilde denk ik iedereen een spelletje gaan spelen. Dus we hebben toch een spel gespeeld. Ik zit hier even zo. Maar het was echt serieus super gezellig. Vond ik dan. Ik hoop dat de rest het ook gewoon gezellig vond. Natuurlijk heb ik niet veel gevlogd. Omdat ja. School doet daar denk ik best wel een beetje moeilijk over. Ik ben een beetje in het haast. Want ik heb nog best wel veel te doen. Ik moet nog een video editen. En nog echt een aantal dingen. Ik probeer ondertussen even mijn stekker weg te zetten. Ik moet nog echt best wel nog wat dingen doen nu. Dus ik hoop dat ik daar gewoon heel erg snel klaar mee ben. Want dan kan ik gewoon lekker verder met andere leuke dingen. Ik moet nog een video editen en ik moet nog wat mailtjes versturen. Ik moet deze iPod nog vol down met muziek. Dus ik heb nog aardig wat te doen. Maar ik denk dat het gewoon goed gaat komen. Ja, ik denk het wel. Oh nee, hè? En dan moet ik zo'n kabel nog zien te... Oh, nou, misschien dat hij mee ligt. In ieder geval, ik ga nu eventjes druk aan het werk. Oké, ik ben inmiddels klaar met waar ik dus mee bezig was. De vlogs en zo. Er staat inmiddels ook muziek op dit mini iPodje van mijn pa. Hij gebruikt hem niet, dus nu gebruik ik hem. Ik ga naar beneden en eten. We eten sowieso slaapwinkel, maar wat voor groenten weet mijn moeder nog niet. Maar ik had niet zo heel erg veel trek in de groenten eigenlijk. Ik heb trek in die slaapwinkel, maar ik zat te denken om er scrambled egg bij te maken. Dus ik denk dat ik dat ga doen, we zullen wel zien. In ieder geval ga ik nu eerst naar beneden en kijken hoe het daar is. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb net even lekker met mijn ouders op de bank tv gekeken. En ik heb met Tommy gelegen. Ik lag dus echt in een soort holletje. En Tommy die kwam dan echt zo bij me liggen. En ik weet niet, maar ik vind het gewoon zo ontzettend lief. Want hij lag ook echt... Tommy is echt mijn maatje. Tommy die is helemaal mijn verslaafd. Die
ligt continu bij me als ik op de bank ga liggen of als ik ga zitten. Of die hond is waar ik ben. En weet je, daarom hou ik ook zo ontzettend veel van Tom. Ja, in ieder geval. Die lag lekker bij me te slapen. En op een gegeven moment dacht ik echt van, weet je, ik moet naar mijn bed gaan voordat ik straks op de bank lig te slapen. Ik moet morgen ook vroeg op. Ik ga 6:30 op morgen, omdat ik ga om 9:00 weg om samen met mijn moeder Kevin op te halen. Want die komt slapen en we gaan ook naar de intratuin volgens mij, hoorde ik. Maar goed, dat zullen jullie morgen allemaal wel zien. In ieder geval hoop ik dat jullie het leuk gaan vinden. En morgen. Ik ben gewoon heel erg moe, daarom praat ik een beetje raar. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Geef deze video een blauwtje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!